Op vrijdag 23 december vond in de recreatieruimte van het andere wonen Unitashof in Heusen de presentatie plaats van het Heusens immigrantenboek, geschreven door Astenaar en vooral Heusenaar Piet Snijders. Burgemeester Anke van Exel van Katwijk overhandigde het eerste exemplaar aan de 90-jarige Rina van Horne-Evers. Maak even je aandacht, dan gaan we beginnen voor deze bijeenkomst. Ik sta hier namens Heusen 100 jaar, de stichting die in het leven is geroepen om het 100 jaar Heusen te gaan vieren. Dat was in 2021 de bedoeling dat we daar een groot feest van maakten. Helaas kwam corona en werd alles een beetje uitgesteld en daardoor zijn we eigenlijk in 2022 eigenlijk goed begonnen met de viering van 100 jaar Heusen. En we moeten nog even doorgaan, want tot halverwege volgend jaar willen we nog een aantal activiteiten doen en dan kan Stichting Heusen 100 jaar opgeheven worden en de mottebal in. Wij hebben nog twee grote activiteiten. Dat is, ten eerste in juni is er een groot openluchtspektakel over 100 jaar Heusen. Dat vindt plaats op Misty Fields, hier een stukje verder. En als het goed is, willen we ook nog een keer een monument onthullen ten behoeve van 100 jaar Heusen. Nou staan we hier bij het presentatie van het boek over immigranten. Als wij terugkijken in de geschiedenis van 100 jaar Heusen, is de jaren 50 toch een van wezenlijk belang geweest voor Heusen. Toen is er, heeft er een hele grote immigratiegolf plaatsgevonden. Toen is ongeveer 20% van de Heusen bevolking is geëmigreerd naar verre oorden, naar Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. En ja, dat heeft toch grote gevolgen gehad voor Heusen. Enerzijds ja, doordat er een hoop gewoon straten leeg kwamen staan, anderzijds dat ze ook ruimte maakten voor nieuwe ontwikkelingen, voor met name de agrarische sector in Heusen, tot wat die hele dag is geworden. Ja, als 100 jaar Heusen vonden we daarom ook dat immigratie belangrijk was en een belangrijk onderwerp was voor de viering van 100 jaar Heusen. En mede door Karel Kops en Piet Snijders is er een immigrantenavond georganiseerd om de immigranten ook op een of andere manier bij te betrekken en hoe belangrijk dat was voor Heusden. Als gevolg van de immigrantenavond is er ook een boek geschreven en met name heel veel foto's over die immigranten en hoe die het daarna gemaakt hebben in hun nieuwe vaderland. En dat boek dat wordt hier nu dadelijk gepresenteerd. Ik zal niet te veel gras voor mijn voeten van Piet wegmaaien en dan kan hij zijn eigen verhaal doen en dan geef ik hem graag het woord. Dankjewel, Toon. Gras wegmaaien valt niet meer als het hooi zo hoog staat. Er is heel veel te vertellen, dus vandaar dat het niet makkelijk gebeurt. Hoe begon het allemaal, dat Heusens immigrantenboek? Dat begon eigenlijk allemaal met dit. Hè? En hierin zitten een aantal foto's. En die foto's zijn verzameld door onderwijzer Piet van Nuenen. Die leefde van 1919 tot 1992. En die man die, zal ze even rond laten gaan, dit is. Allerlei immigranten staan erin. Die man die gaf dus niet alleen les hier aan de Kardinaal Vincenti School, later in Neerkant en daarna in Sint-Jozef-Prochie. Hij gaf ook les aan de huishoudschool in Deurne, als ik niet vergis. Maar hij gaf ook Engelse les aan aspirant-immigranten, Piet van Nuenen. En als die mensen dan vertrokken in de jaren 50, dan lieten ze statiefoto's maken voor de achterblijvende familie. En Piet van Nuenen die kreeg er dan ook in als aandenken, hè, de leraar Engels. Dus die foto's, toen Piet van Nuenen overleden was, kwamen die via zijn weduwe bij mijn zus terecht, Marietje van Horne, die hier recht voor me zit. En die heeft ze aan mij doen toekomen. Waarom, dat weet ik eigenlijk niet meer. Misschien omdat ze er zelf op uitgekeken was. Maar hoe dan ook, dat was eigenlijk toch wel een mooie fotoschat. Hè, behorend bij het immigratieverleden in Heusden. En in 1996 verscheen bij het 75-jarig bestaan van Heusden, verscheen het boek Te Heusden bij het Moer. Toen zijn er 6 van die foto's gebruikt om het klein stukje immigrantengeschiedenis weer te geven.
Daarna zijn ze nog eens gebruikt bij het 50-jarig immigrantenjubileum van onze neven en nichten Snijders. Die hadden, die waren met z'n allen en dubbel ook, hè, dus koude kant erbij, waren die teruggekomen naar Heusden om hun 50-jarig immigrantenjubileum te vieren. Toen hebben we een pop-up tentoonstelling georganiseerd bij de Pandoer. Toen hebben veel mensen die ook gezien, eigenlijk die foto's. Maar toen zijn ze weer in het kistje van Piet van Nuenen verdwenen. En ja, wat doe je daar dan mee? Zijn ze nog eens gebruikt voor de Heusdense dorps geweest en mensen konden raaien wie erop stonden. Maar ja, ik weet niet meer of dat er punten gescoord zijn toen, want dat was best wel moeilijk eigenlijk. 60, 70 jaar na dato raden wie dat er op foto's staan van mensen die allemaal weg zijn. Hè? Dus hier vertrokken, dat valt niet mee. Maar goed, toen kwam dus Heusden 100 jaar en dat leek eigenlijk een mooie gelegenheid om die immigratiegeschiedenis toch nog een keer op te rakelen en uit te diepen. En de bedoeling was om te achterhalen wie dat er allemaal op de foto stonden. Niet alleen de gezinshoofden, maar ook alle kinderen die daar op die familiefoto stonden. En wat hebben we toen gedaan? Toen hebben we het idee opgepakt om dat via Facebook te doen. Facebook als communicatiemedium, internationaal toegankelijk. Iedereen kon erop reageren als er iets gepubliceerd werd. En dat gebeurde dus ook heel intensief. Voordat we eraan begonnen, heb ik samenwerking gezocht met Karel Koppes. Karel is onze Heusdense immigrantendeskundige, zal ik maar zeggen. Maar, dat komt vooral ook omdat hij heel veel familie heeft elders en daar onderhoudt hij dus een goed contact mee. Karel die vond dat een prima idee en die wilde graag meewerken. Toen hebben we bedacht van ja, we moeten ergens een startpunt hebben. Dus toen hebben we een persbericht uit doen gaan, zodat mensen hier het ook allemaal in de gaten kregen waar we mee bezig waren. Dat persbericht hebben we ook naar een Nederlandse krant in Canada gestuurd. Die heeft dat ook opgenomen. Dus toen was er aan die kant ook alvast een beetje bekendheid met het project. We hebben het Heusden mijn dorp genoemd. Naar het liedje van Jan van Eyck. Met als herkenbaar logo de kerk en de pastorie. En ja, daar werd druk op gereageerd toen. Wat kan ik daar verder van vertellen? Oh ja, de bedoeling was eigenlijk ook dat wij Heusdense immigranten in het kader van Heusden 100 deze kant op zouden krijgen om het eeuwfeest mee te vieren. Want ja, uiteindelijk maakten zij toch ook lange tijd deel uit van de Heusdense geschiedenis. En hebben zij die ook meer de vorm gegeven, onder andere door hun vertrek. Want anders was Toon Hartman, die net hier het woord voerde, die had hier anders ook niet gestaan. De immigranten hebben onder andere plaats gemaakt voor de familie Hartman. Waarvoor dank. Maar ook in onze familie, wij hebben ook, die van ons hebben ook een stap voorwaarts kunnen zetten. Omdat er een oom vertrok die zijn boerderij aan mijn vader verkocht. He, dus zodoende. Goed, het naar Heusden halen van immigranten, dat viel toch een beetje tegen. En dat kwam onder andere door corona. Dat stak een aantal spaken in het wiel. Tot twee of drie keer toe hebben we eigenlijk gehoopt dat we die mensen deze kant op zouden krijgen. Maar ja, toen het onderhand zover was dat er weer gereisd mocht worden, waren er een aantal kandidaten die best hadden willen komen, die waren intussen al overleden. Ja, je zit in een leeftijdscategorie die heel gevaarlijk is, dat wisten wij natuurlijk ook. Niettemin hebben we toen een immigratieavond georganiseerd en die werd volop bezocht door zo'n 120 Heusdenaren. En er is die avond druk gekletst en gebuurd en van alles en nog wat. Karel die heeft daar films laten zien die hij ook voor het project gemaakt heeft. Dus dat was een hele gezellige avond toch. Nou, een van de onderdelen van die avond was toen een fototentoonstelling van ja, eigenlijk dat hele project. Mensen die zich al maar kenbaar hebben gemaakt als oud-Heusdenaar. En die fototentoonstelling, en dan komen we eigenlijk bij de reden waarom dat we nou hier staan. Die fototentoonstelling, daar werd heel enthousiast op gereageerd door Rina van Horne-Evers. Oftewel, Rien, door jou,
Jij had die foto-expositie heel graag mee in huis genomen toen. Ja. He, dat mag niet. Ja. En daardoor ben jij ook een beetje de aanjager geworden van de totstandkoming van een Heuses emigrantenboek. En daar sta je zelf nog in, hoor. In ieder geval de familie. En het zou heel leuk zijn, had ik bedacht, om dat eerste exemplaar van dat boek aan jou uit te reiken. Alleen, ik wou het ook heel graag aan de burgemeester uitreiken. Nou, wat doe je dan? Dan hebben we dus bedacht van, als we nou de burgemeester vragen om het eerste exemplaar aan jou uit te reiken, en dan de burgemeester het een eerste exemplaar, of althans, een exemplaar ter herinnering aan de eerste uitreiking mee te geven. En dan hebben we een dubbele primeur. En dan zou ik de burgemeester daarom willen verzoeken om... Dat doe ik heel graag, Piet. Ik wil nog heel kort eventjes iets zeggen, want ik vind het ontzettend leuk dat ik hier mag staan. Mijn oma kwam uit een gezin van 7... en waarvan dus 3 zussen ook naar Canada zijn vertrokken. Dus ik heb daar ook familie wonen, in de buurt van Simcoe en Delhi. Ik ben daar zelf 2 keer geweest. En wat Piet zei van met Facebook, ook ik heb nog steeds contact met de neven en nichten van mijn vader en moeder. En mijn vader en moeder ook. En zij komen ook 1 keer in de zoveel tijd naar Nederland. Dus ik ken ook de verhalen van met de boot, volgens mij 6 weken of zo, was het de duur zeg maar om naar Canada te komen. Mijn tante Marie en ome Jan waren nog niet getrouwd, moesten dus apart in een hut naar Canada. Ze hebben me nooit durven te vertellen of dat ze het volgehouden hebben, dus met z'n tweeën daar naartoe. Maar die mensen hebben daar keihard moeten werken. Die hebben daar echt van alles van onderop tot, hebben ze het moeten, alleen moeten doen. Hè? Met de taal die ze misschien net als hier in Heusen dat er les werd gegeven, wat mijn familie ook. Maar ja, je komt er helemaal alleen, hè. Zonder Google Translate, wat wij allemaal hebben. Hè? Die mensen kwamen er echt, moesten helemaal onderop beginnen. En zo knap wat die mensen daar ook allemaal neergezet hebben. En mooi om die mensen dan, want die hebben nog echt de echte Brabantse taal. Hè? Als die mensen hier naartoe kwamen, die praten nog echt over een Scotterslet. Terwijl wij gewoon praten over een vaadoek. En die zijn blijven hangen in de, of met hun taal in de tijd van toen zij hier vertrokken. En ook de neven en nichten die nu zeg maar in de 60 zijn en 70 praten nog steeds zo plat. Gimmers moet ik dan zeggen. Dat is echt ontzettend mooi. Dus toen Piet mij vroeg om dit boek uit te mogen reiken aan nu, vond ik dat ontzettend leuk. Want ik denk dat ze bij ons thuis ook heel veel dingen herkennen, denk ik, die ook in het boek staan. Dus ik met alle liefde en plezier deel ik aan u het eerste exemplaar uit. En ik hoop ook dat u alle daar ontzettend veel van geniet. En Piet ook bedankt dat je dit boek ook weer geschreven hebt. Want het is mooi dat we met deze geschiedenis ook een toekomst waarborgen. Want die zal toch op papier gezet moeten worden. Want op een gegeven moment zijn de mensen er ook niet meer die de verhalen kunnen vertellen. En dan is het ontzettend mooi dat het in een boekvorm is. Zodat wij, en ik ook, het aan mijn kinderen kan laten zien. Zodat dat toch, want het is belangrijk als je ook hier ziet. 20% van de mensen die verhuisd zijn, of geëmigreerd zijn moet ik het zeggen. Het is geen verhuizen, het is echt emigreren. Wat dat teweeg heeft gebracht. Niet alleen voor de mensen die daar naartoe zijn gegaan, maar ook voor de mensen die achter zijn gebleven. Dus met ontzettend veel liefde en plezier deel ik u het eerste exemplaar uit. Dan mag je het uitpakken. Openmaken. Dan mag je het openmaken. Doe maar. Ja. Moet je me een beetje helpen? Ja. Meestal zijn deze generatie nog dat ze het moeten bewaren, hè? Het papier. Ja, dus ja. Dan wil ik niet hebben dat het niet meer zou kunnen, hè? Ja, we bewaren alles. Ja, zie je dit? Dat dacht ik al. Ja. Kijk. Zo. Ja, de boot. Ja. Oh, prachtig! Ben jij ook op zo'n boot vertrokken? Ja. Ben jij ook? Oh, wat de boot? Ja. Zit ik eventjes, wij zijn ook met de boot vertrokken. Oh.
Dat met je slagen? Ja, ja, ja. 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 Zal het toch maar netjes doen, hè? Jager van Heusde 100. Dankjewel. En dan een exemplaar voor Karel Koppers, partner in crime van het hele project. Je hebt een boek gekregen? Ja. Wat staat erin? Hierin? Ja, dat zijn de foto's, hè? Nou, deze. Ja. Deze emigrantenboek. Ja. Ja, wij zijn ook met de boot weggegaan. Wanneer was dat? Ik weet niet welk jaar, maar we zijn er anderhalf jaar in Canada gebleven. Toen zijn we teruggekomen. Terug in huis? Ja. Ja. En waarom ben je teruggekomen? Waarom ben je teruggekomen? En wij vonden het keuze veel gezelliger. Ja. Is toch ook? Ja. Maar er zijn er toen heel veel vertrokken, hè? Ja. Er zijn er veel vertrokken. We hadden het in Canada ook wel goed, maar wij gingen toch liever weer terug. Ja. Stel je zelf in een boek? Nee, ik heb het niet. Nee? Dat boek is, waarom krijg jij het boek als eerste? Ja. Waarom krijg je dat boek als eerste? Ja? Ja? Weet je dat niet? Nee. Dan zal ik een pitvraag. Hier liggen foto's, Trina. Ja. Ken je die mensen? Ja, de meeste wel. Ja? Sta je er zelf ook in? Ja. Sta je? Ik ken ze niet allemaal. Nee. Dat is goed. Oké, okay. Dat is goed zo. Piet Snijders en burgemeester Anke van Heksel. Ik probeer Rina van Holland te interviewen, maar lukt het niet. Jullie zo druk aan het praten hoor. Er komen vragen naar boven. Er komen vanzelf verhalen naar boven. Als je allebei familie hebt in een immigratieland, dan kun je ervaringen uitwisselen. Zeker als je er ook geweest bent, ja. Ja, omdat ik het boek nog niet gezien, maar er komen nou wel herinneringen boven. Ja, zeker, want je herkent gewoon heel veel dingen. Ik heb dus ook familie wonen in Canada. Mijn oma die kwam uit een gezin van 7 en 3 zussen zijn dus vertrokken naar Canada. Dus dat is, ja, in die tijd was het eigenlijk dat je dan je kinderen gewoon misschien wel helemaal nooit meer zag. Hè? Die vertrokken met een boot en dat was het dan. Ja. Ik heb het boek niet gelezen en vooral komen al op dingen dat straks heel heus aan het praten raken. Dat is eigenlijk wel de bedoeling, maar of dat lukt, dat weet ik natuurlijk niet. Nou, hier, dit en daar is al heel veelbelovend, ja, dat klopt. En zo mooi om te zien hoe mensen dan ook weer samen herinneringen ophalen. En dat is wel mooi dat hier kan. En dat boek dus mede daarvoor weer een iets is waarop weer gesproken wordt. Ja, dit boek, dat moest nu geschreven worden, niet later. Nee, ja, er is altijd een urgentie op de een of andere manier. Maar een van de dingen is wel dat de generatie waar het om gaat, die is aan het uitdunnen. Daar kun je niks aan doen. Dus als je dan mensen plezier wil doen, dan moet je zorgen dat die mensen er nog zijn eigenlijk. Dan moet je dat nu doen. Ja. Hoe kom ik aan het boek? Hoe kom ik aan dat boek? Hoe kom je aan dat boek? Oh ja, dat is wel een belangrijke vraag. Je kunt het nou bij de Spar in Heusden kopen, hè, dus de supermarkt. Je kunt het ook bestellen bij mij via mijn e-mailadres. Maar je kunt het ook bij Bol.com bestellen. En dat is tegenwoordig toch de grootste boekhandel in Nederland. Burgemeester, komt de kerstdagen wel door, of niet? Ja, zeker. Ontzettend mooi. En die foto's allemaal, ja, ik hou er gewoon echt van. En ik vind het mooi dat zoiets behouden blijft. En dat vind ik wel echt het allerbelangrijkste. En Piet zorgt er dus voor dat de verhalen leven blijven. Voor altijd. Van Hartman, 100 jaar Heusden krijgt nou een extra cachet, want daar had je van tevoren niet gepland. Nee, dat hebben we inderdaad van tevoren niet gepland. Immigratieverhaal is er eigenlijk naderhand bijgekomen. Maar wel degelijk heel erg belangrijk voor Heusden geweest. Ja. Omdat dat gewoon een groot impact heeft gehad op de Heusden bevolking. Ja. Dus dat er heel veel families zijn vertrokken en dat er dus heel veel mensen achterbleven. En die toch dus daarna familie hebben in Canada, in Australië, Nieuw-Zeeland. En dat ze dan, ja, dat ze daar ook contact nog steeds mee hebben gehad. En dat blijkt nou ook weer met die immigratieambt die we hebben gehad, georganiseerd, hoeveel belangstelling daarvoor was om geconcentreerd het verhaal te worden die mensen mee hebben gemaakt destijds. Ja. En nou ook de belangstelling dus een boek
voor simpel, ja, ik weet een simpel fotoboek, maar wel een heel mooi boek. En ga je straks een mooie zichtbare herinneringen en alles zou want deze natuurlijk dat boek, dat zou wel aanslaan, dat ik, ja, ik mag het hopen, dus daar ga ik ervan vanuit dat er, ja, dat er ruime belangstelling is. De voorverkoop liep in ieder geval goed. En ik denk dat het ook heel mooi opgeschreven is door Piet Snijders. En daar kunnen we hem wel op loslaten. Ja, ik hoorde van Pieter, ik heb dankbaar dat je hier wat gestorven bent, maar de mensen zijn heel moeilijk. Waarom? Ik heb gehoord van Piet dat jij hier dankbaar moet zijn dat je hier wat gestorven. Ja. En dat je alle mensen zijn geëmigreerd. Ja. Mijn vader en zijn moeder zijn in de jaren 50 vanuit de buurt van Amersfoort hierheen gekomen. En die hebben een boerderij gekocht aan de Bosdijk, maar dat was toen nog PL 14. En daar hebben familie Kersten gewoond. Ja. Dat was een zus van Bart Spietje. En die zijn naar Australië geïmigreerd met hun familie toen. Ja. Ja, en daarom sta ik nou hier, anders zou ik ergens anders staan. Maar het geldt voor veel huizenaren, denk ik. Nou, de meeste huizenaren zijn hier toch wel, ja, oorsprong hier, ja, oorspronkelijke huizenaren. Dus dat die ook wel hier geboren zijn, maar er is natuurlijk wel wat import gekomen, net zo goed. Ja, dat is een kind verhaal, hè? Dat is een kind verhaal, ja, maar... je ziet nou op een gegeven moment van, moet wel een keer, bij 100 jaar huizen moet een keer afgelopen zijn. Van, dus vorig jaar was het al 100 jaar huizen, dus ze moeten een keer een punt achter kunnen zetten. Van, wat komt er nog? Er komt dus nog in juni hebben we een groot openluchtspektakel over het 100 jaar huizen. Dat is het verhaal van Jan van der Ven, die geboren wordt op, in 1921. En dan door de jaren heen steeds verder ouder wordt en dan op een gegeven moment in 2021 100 jaar wordt en dan zijn verjaardag viert eigenlijk. Dat is een kort verhaal waar gewoon het symbool staat voor 100 jaar heuze. En dus ook de tijdgeest proberen we terug te halen van die tijd. Met liedjes erin, ook van Jan van Eyck, die net ook een keer genoemd werd, om daar meer cachet aan te geven aan het hele verhaal. En dat het ook iets wordt, een groot spektakel wordt, waar heel veel mensen aanspreekt. Ja, er komt nog een monument. En ja, dat is wel te doen dat er nog een monument komt. Alleen daar moeten we nog even kijken of we financieel allemaal rond kunnen krijgen. Men is er druk mee bezig en we hopen dat dat eigenlijk de afsluiting wordt van het geheel. Dat we dan nog een blijvende herinnering hebben aan het vieren van hun 100 jaar huizen.